Goedemorgen, het is zondag. Zondag de NK halve marathon in Breda. We gaan er zo meteen naartoe. 2:10 start de wedstrijd. We hebben nu nog een lekker koffietje. We gaan even een lekker koffietje drinken. Smurl is hier zo om met ons ready te zijn, te ontbijten. En we gaan dus de wedstrijd niet voluit lopen, maar we gaan wel flink doorlopen als kleine test voor de marathon die de week daarna is. Want de marathon van Eindhoven is ons einddoel. Ik doe mee aan de 35 plus leeftijdsklasse. Wie weet dat ik daar nog een beetje hoog in kan ranken. Al lopen er natuurlijk niet voor uit. Dus ja, het kan heel goed zijn dat ik niet in de top val. Maar we gaan het wel zien. We gaan lekker lopen en heel veel zin in. Nu even voorbereiden. Goedemorgen. Koffietje erbij. Ik heb er zin in. Oké, we gaan vandaag voor de Alphafly 3. Nou, waarom gaan we voor de Alphafly 3? Omdat dit de marathon schoen is waarmee ik de volgende week dus de marathon ga lopen. Dan loop ik ze in de nieuwe Alphafly 3, deze. Daar ga ik volgende week nog 10 kilometer op lopen. Dus deze zijn mijn gebruikte schoenen. Je ziet dat er al wat kilometers op zitten. Alleen het geeft een goed gevoel over deze halve marathon als ik zo op deze schoenen loop. En ja, het is richting iets sneller dan de marathon pace dat ik hem ga lopen. Dus dit worden ze. En dit zijn zalige schoenen, jongens. Die Alphafly 3. Heerlijk. Deze wedstrijd neem ik 1 gel mee. Die neem ik altijd voor een halve mee en dan rond een kilometer of 10. Kan het zijn dat ik hem neem? Ligt even aan hoe het aanvoelt. In principe loop je rond net boven het uur. Dus is het niet echt nodig om extra voeding te nemen. Maar ik vind het altijd toch wel fijn om voor de zekerheid. Zeker gewoon een gelletje mee te nemen. Stop ik in mijn zak en wie weet dat ik hem neem. Even kijken hoe het aanvoelt. Dus 1 gelletje Morton 100 gaat in ieder geval mee in de zak. Gaat die mee in de zak? Gelletje 100? Voor het einde van dit jaar proberen we 10.000 subscribers te krijgen. Dus als je het leuk vindt, help me even mee. Abonneer op dit kanaal. Super bedankt. Pakken een singlet. Voor het inlopen gebruiken we de Hoka's. Oké, we zoeken nu de stadskantoor gaan we zoeken om het nummer op te halen. Nee. Laat het nummer halen. We houden de mail bij de hand. Oh, dit is hem, jongens. Hier moet ik het mee doen. Nummer 2 van de 35 plus. Kijk, van tevoren hebben we een changing room met banana's en sultana's. Dan kan je je spullen even neerleggen en dus dat is wel relaxed. Hé, Emiel, wat ga jij doen? Ik ga even inlopen. Kijk. Nummer is aan, we gaan even inlopen en dan komen we zo terug. Voor de wedstrijd loop ik nog 3 kilometer in om mijn lichaam warm te laten worden voor de start van de halve marathon. Het is altijd belangrijk om niet helemaal koud aan de start te komen te staan. En voor de wedstrijd ga je dus rustig wat kilometers inlopen. Niet te gek, wat sprintjes en naar de start. Normaal gesproken zorg ik er wel voor dat ik redelijk vooraan sta, maar dit keer dacht ik oké, ik ga toch niet vooruit, dus ik ga rustig aan, niet te veel vooraan piepen. Het muziekje van Weekend Millionaires gaat aan en het is tijd voor Nederlands kampioenschappen halve marathon. En we gaan van start. Ik loop vrij ver achteraan in de groep, want ik heb 4 seconden speling tussen mijn netto en bruto tijd. Dus de netto tijd is vanaf de start en de bruto tijd is vanaf wanneer je over de startstreep loopt. Dus ik was behoorlijk achter in het groepje, maar dat maakt niet uit. We gaan lekker beginnen aan de NK halve marathon en ik heb er super veel zin in. Het moet comfortabel worden, dus we gaan ervoor. We zijn ongeveer 10 minuten in de wedstrijd en ik loop ongeveer rond de eerste dames. Ik kom hier de bocht om en daar zijn een aantal vlotte dames waarmee ik kan lopen. Ik loop gecontroleerd door en de eerste 5 kilometer kom ik door in 16:38. Ik krijg veel aanmoedigingen en het loopt zeer comfortabel. Ik ben erg tevreden met hoe het nu gaat. We gaan al richting de eerste 10 kilometer en
ja, het loopt gewoon hartstikke lekker. Ik kan genieten van het publiek, ik kan de kinderen high fives geven en echt, echt de wedstrijd meemaken. Want wat een toffe wedstrijd en tof publiek was dit. Dus dat was sowieso heel vet om dat op deze manier mee te kunnen maken. Ik loop verder, we zijn ongeveer rond de 10 kilometer en ik begin steeds weer wat mensen op te rapen. De eerste vrouw loopt nog een hele stuk voor me, maar ik loop gewoon gestaag door en op mijn tempo loop ik elke keer ietsje dichterbij de voorganger. Zo kan ik dus elke keer weer iemand voor me inhalen. En ik moet zeggen, op deze manier een wedstrijd lopen voelt heel erg goed aan. Ik loop lekker vlak, want ik kom de eerste 10 kilometer door in 33.15, 16.37 als split en de eerste split was in 16.38, dus 1 seconde sneller. Ondertussen ben ik het tempo gewoon aan het vasthouden, maar ook stiekem aan het kijken of er een 35 aan de start van het nummer is. Want elke 35 die start is in mijn categorie. Het is toch wel leuk als ik daar een beetje hoger kan eindigen, dus ik dacht oké, ik blijf wel even kijken. Nixon, een hele sterke loper, loopt aan het eind van de straat. Ik zie hem nog wel, hij gaat nu de bocht om, maar ik loop echt wel een heel stuk daarachter. Ik heb nu ongeveer de tweede vrouw op oog om te kijken of ik die kan inhalen. Hier is de tweede vrouw die langskomt. Daarna komt Thijs. Hallo Thijs, die zag ik nog even na afloop. Deze dame heb ik ook nog een stukje geprobeerd te hazen. Wind tegen, dus dacht ik, ik ga een beetje voor haar lopen. En daar kom ik aan. Liep er nog comfortabel bij. We mochten door de binnenstad en wat een toffe omgeving was dit. Het was echt super sick om daar te lopen. Hier was ik dus aan het kijken naar de tegenliggers en of er 35 in hun nummer zat. Want dan wist ik, oké, daar moet ik even doorlopen. Feyenoord! Voor Feyenoord, handje omhoog, even een lachje. Ja, dat moest ik roepen. Super bedankt, dat moest je zeker roepen. Heel fijn. We zijn voorbij de 15 kilometer in 49 minuut 39 met een iets snellere split. Lekker jongen! Dit is Emiel. Kom op Emiel, let's go! We zijn de eerste dame gepasseerd en het loopt nog super comfortabel. Ik kan redelijk gemakkelijk naar de mensen voor me lopen en die lopen er een stuk minder gezellig bij. Dus ik voel me echt heel fijn. We zijn hier bij kilometer 20. Kom op, Emiel. En ik voel me nog hartstikke goed, dus we kunnen lekker door. We draaien weer de stad in voor de laatste kilometer en ik vind het echt een geweldige wedstrijd met zoveel sfeer. Kom op, Emiel. Smel, smel. Ze krijgen nog een handkusje van mij. Ik kan lekker door, want we zijn er bijna. We zijn bij de laatste bocht. Even wat aanmoedigingen vragen. En dan is het nog één rechte weg tot het einde. En wat een leuke wedstrijd. Heel vet. Ik weet niet op wat voor plekken ik ben voor de 35+. Maar we gaan het wel zien. We gaan richting de finish. Hoeft geen eindsprint. Gewoon lekker gaan. En hier kom ik aan. Trisha, de heldin. Mwah, kusje voor jou altijd. En ik kom binnen in 1.9.51. En ze zeggen... Ja, het was super lekker. Heel simpel. Ja, ik kon genieten van het publiek, dus het was hartstikke mooi hier. Echt super vet om te lopen. En 1.9.48. Ik dacht dat ik wilde lopen ongeveer, dus helemaal prima. Dus lekker gelopen. Het was de bedoeling om ongeveer op maat om pace te lopen en comfortabel de wedstrijd door te komen. En dat is ook wel echt gelukt. Dus een hele, hele, hele mooie training voor volgende week. Echt genoten van de race wel. Na nog wat kanjers tegen te komen die de video's kijken en ook een mooie wedstrijd hebben gelopen, was het tijd voor de prijsuitreiking. Wat gaan we doen, Emiel? De prijsuitreiking. Waarom? Omdat ik Nederlands kampioen ben voor 35+. Oh. Lodewijk Gunther is heel trots op mij. Dankjewel, Rijk. Dankjewel. De YouTuber. De YouTuber. Voor Ah, wat super vet om dan zo'n wedstrijd dan toch te winnen. Zonnebloemen, omdat Christian van zonnebloemen houdt.
Dit is hoe winnaars het doen. Echte winnaars, winnaars van verleden. Nog een herstelshake, altijd belangrijk. Ik heb het niet gezien, hè? Kijk hem eens. Nederlands kampioen. Toen was het tijd om naar huis te gaan. Gaan we dit nog in de vlog doen, denk je? Soort van. Wat wil je in de vlog doen? Kijk, nu is het ook goed voor de ANWB. Dan zien ze hier, hier is pech. Het is 7:30 en we zijn nog steeds in Breda. Wij vonden het zo leuk hier. Kijk. We zijn gered. Gered zijn we. Na een klein probleempje met de accu konden we weer terug naar Rotterdam. En we hadden nog een leuke comedy show voor de boeg naar Korhoebe, dus dat was wel vet. Wat een toffe wedstrijd. Ik heb super genoten van elk moment. Echt een aanrader, jongens. Als je volgend jaar mee wil doen, Single Loop Breda is echt een topwedstrijd. Dat ik het op deze manier heb kunnen lopen voelde ook echt heel erg vet. En ik heb zoveel zin in de Eindhoven Marathon volgende week. Ook daar komt natuurlijk een prachtige video van. Dus stay tuned, subscribe en dan zie ik jullie bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.